De meeste criminelen weten maar al te goed dat ze ver uit de buurt moeten blijven van de politie. Echter lukt dit niet iedereen. Maar de man waar we het vandaag over gaan hebben, weet vrijwel altijd, letterlijk en figuurlijk, weg te glijden uit de handen van de politie. En daarom wordt hij ook wel de Paling genoemd. We hebben het over de Nederlands-Hindoestaanse Korpijnen. Hij is een grote naam in de Nederlandse onderwereld en tevens staat hij aan het hoofd van een gevaarlijke misdaadbende. Maar wie is deze man? En wat heeft hij op zijn geweten? In deze video vertel ik je het hele verhaal. Op 4 januari 2022 werd de 38-jarige Schiedammer, Cor Pijne, op brute wijze aangevallen in de Dominicaanse Republiek door twee mannen op een scooter. Hij reed op dat moment in een witte auto, toen twee mannen op een scooter hem onder vuur namen. Hij werd geraakt door meerdere kogels en verloor daardoor de macht over het stuur. Waardoor hij een ongeluk kreeg en tegen een andere auto aanreed. Hij raakte zwaar gewond, maar wist toch uit zijn auto te klimmen om vervolgens te schuilen in een steegje om de hoek. De politie gaat ervan uit dat de twee schutters speciaal vanuit Nederland waren overgevlogen om Cor te liquideren. Waarom hij dood moest, is nog steeds niet duidelijk. Maar we weten dat Cor veel vijanden heeft in het criminele circuit. Na de aanslag meldde Cor zich bij een plaatselijk ziekenhuis waar hij uiteindelijk werd gevonden door de Dominicaanse politie. Hij identificeerde zich met een vals paspoort, maar niet veel later kwamen ze erachter dat een vluchtige Nederlander was, die op de rode lijst van Interpol stond. Cor P. zat sinds 2020 in de Dominicaanse Republiek omdat hij voortvluchtig was voor de politie. Hij werd gezocht voor verschillende ernstige misdrijven in Nederland. Twee dagen later, op 6 januari, vond de politie meerdere valse paspoorten, Diverse geladen wapens, een aantal dure horloges en twee valse kentekenplaten in zijn appartement. Cor was sinds 21 januari 2020 voortvluchtig, nadat hij zijn enkelband doorknipte. Hij was sinds november 2018 onder voorwaarden op vrije voeten, nadat hij ruim acht jaar had vastgezeten voor de mislukte liquidatie op Marlon D. in 2009. De toenmalige drugstealer, Marlon D. Werd op 10 augustus 2009 aangevallen door vier mannen, de zogenoemde Tattoo Killers. Corpe was een van deze mannen. Met een machinepistool schoten ze in totaal 34 kogels af op het slachtoffer en Marlon D raakte ernstig gewond. Maar wonder boven wonder overleefde hij de aanval, maar hij is daardoor welblijvend invalide geworden. De rechtbank veroordeelde de mannen tot straffen van 12 en een half jaar celstraf. Maar dat is niet het enige waar hij van verdacht werd. Samen met de zogenoemde tattoo-killers, waaronder zijn broer Braje P., Evert S. En Jeroen S. zou hij meerdere moorden hebben gepleegd. De zogenoemde tattoo-killers worden door justitie gezien als een moordcommando waarvan de ongeveer 10 tot 12 mannen opvallende tatoeages dragen op hun rug. De Chinese tekst op hun rug betekent, wees daadkrachtig. P. en zijn broer hebben daarnaast nog een veelzeggende tatoeage. Er staat Broederschap van moordenaars. Deze tatoeages hebben ervoor gezorgd dat de groep de bijnaam Tattoo Killers kreeg. Volgens het Openbaar Ministerie is dit een soort geheim genootschap dat meerdere moorden in de onderwereld op haar naam heeft staan. De leden ervan zijn herkenbaar dankzij dezelfde tatoeage op hun rug. Deze bende, waarvan wordt vermoed dat P. de leider zou zijn, wordt in verband gebracht met meerdere liquidaties, onder andere met de moord op August Adjuba, een drugshandelaar die in 2008 werd vermoord. Maar dat is niet de enige moord waar ze van worden verdacht. Ze worden namelijk ook gelinkt aan een eerdere afrekening die de verhoudingen in de onderwereld op scherp heeft gezet. Het gaat om een dubbele moord in Leiderdorp op 5 februari 2009. Op deze dag werden er twee mannen gevonden bij een pannenkoekenboerderij. Allebei doodgeschoten. Het gaat om de Amsterdamse crimineel Boneka Belsrang en Yassin Chakor uit Enschede. Vlak na de moorden gingen er geruchten in de ronde dat het alleen de bedoeling was om Yassin te liquideren en dat Boneka Belsrang slechts bijkomende schade was. Door deze geruchten dacht justitie voor een lange tijd dat Boneka Belsrang een bijkomstig slachtoffer was, maar later bleek dat hij het echte doelwit van de executie was. Hij zou namelijk verantwoordelijk zijn geweest voor een verdwenen partij kook. Een van de betrokkenen bij de moord is onocuut. Een bekende hooligan uit Enschede die ook deel zou hebben uitgemaakt van de club die later bekend zou worden als de Tattoo Killers. Maar een maand later lijkt onocuut van de aardbodem te zijn verdwenen. Het lichaam van onocuut werd negen dagen na zijn verdwijning gevonden. Hij lag begraven in een ondiep geïmproviseerd graf in de duinen bij Hoek van Holland. Uit de autopsie bleek dat hij was gemarteld en ook zijn keel was doorgesneden. De geadopteerde Koreaan, die tevens een lid was van de bende van de tattookillers, is gruwelijk aan zijn einde gekomen. Op straat gaan er geruchten dat Onocuut verantwoordelijk werd gehouden voor de misgelopen liquidatie bij de pannenkoekenboerderij, maar dit is nooit bewezen. De zaak wat betreft de moord op Onocuut, waar onder andere Corp. van verdacht wordt, loopt momenteel nog steeds. De rechtbank had de zogenoemde tattoo killers al vrijgesproken van de moord op onocuut wegens onvoldoende bewijs, maar justitie is later alsnog in hoger beroep gegaan. Cor was in zijn jeugd al geen lievertje. Op zijn zestiende ontsnapte hij al aan de politie toen de woning van zijn ex-vriendin werd binnengevallen. Hij werd op dat moment gezocht. Toen de politie de woning binnenviel, wist hij te ontsnappen uit het toiletraampje. Maar toen hij zeventien jaar oud was. Werd hij alsnog opgepakt en kwam hij vast te zitten in de gevangenis in Vught. Maar toen de bewakers hem naar de rechtbank wilden vervoeren, brak hij de deur van het busje open, sprong hij het busje uit en ging op de vlucht. Diezelfde avond had hij nog het lef om het Algemeen Dagblad te bellen om te melden dat hij onder een valse naam in een hotel zat en zojuist champagne had besteld om zijn ontsnapping te vieren. Na deze actie vluchtte hij naar het buitenland, maar de politie kreeg hem alsnog in de gaten. Toen hij zijn ouderlijk huis bezocht in Schiedam. Maar tijdens zijn arrestatie ontsnapt hij wederom van de politie. Hij wist zich los te rukken uit de handen van de agent, door zijn jas uit te trekken. Vervolgens sprong hij in het water van de schie en zwom hij naar de overkant. Zoals je ziet, heeft hij de bijnaam de paling niet voor niets gekregen. Hij weet zich namelijk steeds opnieuw weg te laten glijden uit de handen van de politie. Denk jij dat het hem nog een keer lukt om te ontsnappen aan justitie? Laat het weten in de comments. Bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal en klik op het belletje zodat je geen enkele video hoeft te missen.